online buurt en is een zorgproeftuin. Vlaanderen zet in op zorginnovatie en heeft in de verschillende provincies regionale zorgproeftuinen opgericht, experimenteerruimtes, om vernieuwingen in thuiszorg te ondersteunen. En bij het project iPad Straffe Koffie nodigen we mensen uit de buurt uit, ouderen, om in laagdrempelige ontmoetingsmomenten een iPad te leren kennen. En terwijl ook elkaar. De sessies zelf vinden plaats in drie buurten, het Westerkwartier in Oostende en Voorbrugge in Zeebrugge en in Assenbroek. Hier in het Westerkwartier in Oostende zitten we momenteel in de helft van de sessies van de tweede groep. En je begint al te merken dat mensen ook al berichtjes naar elkaar kunnen sturen, video's naar elkaar sturen. En nu net zijn ze eigenlijk aan het herhalen hoe dat je foto's van elkaar neemt. En we hopen dat ze die dan ook ruim met elkaar gaan delen. We hebben de normale Cubigo-cubussen allemaal overlopen. Ze kunnen heel goed berichten sturen, dat kunnen ze. We moeten ze nu nog fotografie aanleren. Dat is iets dat ze ook heel enthousiast over zijn. En dan geven ze zelf aan wat dan ze nog wel kunnen. Ik gebruik alles. Videobellen, dat kan nog niet. Ja. Dat wil ik nog leren. Ja, omdat ik familie heb in Holland en daardoor ben ik corresponderen door BIA. Cubigo is een online platform die ervoor dient om mensen te laten communiceren met elkaar online. En hier binnen het project worden er iPads voorzien. Dus kunnen mensen vrij snel ook online geraken. Als ICT-coach kunnen we beroep doen op mensen die moeilijk hun weg vinden naar de arbeidsmarkt. En we merken dat onze ICT-coaches de ideale match maken tussen het iPad-verhaal, die niet zo evident is, en de noden van kwetsbare ouderen. Die projecten vind ik een heel toffe project voor mensen die waren meestal eenzaam. Ze waren thuis, ze waren niet veel buiten, maar nu toch, ze vinden, ja, ze doen dat graag. En dat is onze doel, onze taak, de mensen, ja, met die toestel een beetje, ja, in sociale contact te brengen. We zijn hier al meer een vriendenkring geworden, met regelmatig alle weken één keer te komen. Ik ben niet uit mijn eigenaar hier gekomen, ze hebben mij opgezocht. Ik ben er heel sceptisch, ben ik daar naartoe gegaan. En met de iPad gaat het, op mijn ouderdom gaat het al een beetje te rap. Maar geleidelijk, stapje voor stapje, gaat het beter en beter. Die iPad is alleen een middel voor de mensen eigenlijk samen en buiten te krijgen. We hebben hier mensen die totaal geïsoleerd waren, die samen naar bijvoorbeeld ik ga naar de line dance of ja, we hebben zelfs twee personen die een eetblog willen starten. Het is wel schitterend dat. Ken ik verschillende kennis nog? Dat ik leren kennen met Cubigo. Dat mijn vriend geworden zijn en dat we goed contact hebben. Ik heb al heel veel geleerd. Ik kan ermee mailen en ja, mensen een goede dag zeggen. Ik leer nog wat over. Ze zijn nooit tot te leren.